Maar nu inmiddels wil ik even weten, wie is het met Jo Vaas? Hè? Want ik ben hier eens even in de keuken gearriveerd. Goed, Patty, ik ben ook blij dat ik er weer ben. Dus, ja. Maar ja, dit hebt natuurlijk weer heel veel kooktips voor ons. Wat gaan we vandaag maken? We gaan een kleine kiprolade maken. Die gaan we zelf vullen met pasto. Daar maken we een sausbier met zongedroogde tomaatjes en een beetje masala. Zongedroogde tomaten, kreeg ik al helemaal goeie zin van. Ja. Dat is echt puur voor de zon. Dat dacht ik. Ik dacht gisteren wie boete zo had van. En ik denk, nou, morgen moet ik gewoon gaan met zon gaan maken. Dus zongedroogde tomaatjes, kippetje erbij. Ja. Heerlijk. En op dit moment ziet je de ingrediënten, Lies. Dus Esger denkt, goh, dat gewoon echt telkens even maken. Schrijf er op en ren naar de winkel. Maar dat no Limburg vandaag. Eerst moet je dan even weten wie het allemaal gaat. Vertel. Nou, ik gewoon een kippetje. Gewoon de leren wie is een kippetje vult. Ja. Maar is dit, heb ze dit door twee gezien? Nou, dit is een kippendij. En een kippendij is eigenlijk de boot waar de knaak uitgehaald is. Dat is een kippendijtje. Ah, oké. Dus, ja, kunnen ze dat ze kopen of moeten ze dat gewoon zelf doen? Ik doe ze zelf, maar de kan ze ook... Ik wil dat eens even doen. Zeg maar een beetje, insmeren. Zo, wel? Of? Nou, zo een beetje verdelen voor dat ganse... Waar is de pesto van gemaakt, joh? Dat is een tomatenpesto. Ook weer van die zongedroogde tomaatjes? Ja. Of? Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we hem oprollen. Gans voorzichtig. Hier liggen al ene klaas in. Ja. Nou, maar dat is ja, ik kan ze met een tuikje niet neerleggen. Maar zo plat ja, leggen? Ja, de lange weg. Moest ze hier speciaal tover hebben of ken ik ook het huis, is, tuin en keuken? Ik kan ze natuurlijk maatselkort gebruiken, maar ja, dat is als ik gaat. De paar beers midden in de tuin gezet, de fijn rechte nee, rietjes dan gekregen. Nee, dat wel zuiver. Maar niet dat dan ze dadelijk... Nee, er gebeurt niks meer. Brandkries of zo. Nee. Kijk, we gebruiken natuurlijk gekleurd touw. Want dan denkt ze ook al die van, oh, ik moet die straat nog even eruit knippen. En dan, ja, een neertje kleurd tuikje. Dat kleurt met het vlees met. Ah, oké. Okay. Wieveel tuikens moeten er meer? Twee. Alle twee de kanten. Ziet er best wel vies uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar het wordt eigenlijk heel erg lekker, hè? Zal zich weer verbazen, ja. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Mooi geknoopt. Asje. Zo, klaar. Nou, mocht ze nog ene maken, als ze dat wel. Ja, zeker. Ik ben daar nog goed in, hè? Ja, oké, de kiprolade met zongedroogde tomaatjes pesto. Zo mag ik het nummeren, hè? Ja, ik maak ondertussen de saus lekker, begin ik al lekker. Ik moet even kijken of ik goed heb opgelet. Zo, rola. En wat hebben we van groenten? We hebben bontjes vandaag. Harike verkes. En die ben ik aan het blancheren totdat ze net gaar zijn. En dan bak ik die straks even met een rolletje spek om haar even aan in de pan weer. Oké. Zo, oeh, dat is wel glibberig, hè? Het is jammer dat ik geen de scholle ga met McDonald's. Gewoon dadelijk een digafé. Dat mag wel. Ja. Oh, erg. Huppakee. Maar gewoon een knip? Ja. Ah, oké. Ja, eigenlijk is het toch veel leuker, want de kind kan een klon natuurlijk wel bij de slechte rollen, maar dit is veel leuker om te doen. En nog eens zocht hij eigen smaak natuurlijk met de vulling wat zo zelf wil. Ze kunnen van alles in doen. En ik zie daar heerlijke kril aardappeltjes. Ja, die heb ik in de shell gekookt. Waarom in de shell? De smaak zit natuurlijk in het schilletje. En als we dan straks, ik heb hem even afgekookt, als we hem straks opbaks, dan krijg je een fijn lekker... Is dat ook zo dat in de shell dat er de vitamine in zitten? Ja, in principe ik gewoon het echt door, hè? Ja, Patty de vrucht is echt nergens her. Goed zo. Ja. Nou. En dan, eventjes kijken. Dat is gewoon voor... Maken we de saus. Ja. Doen we het drangbier, masala. Masala, dat is? Ja, lekker. Het is lekker, maar wat is het? Alles is lekker wat alcohol is. Nee. 17% alcohol. Als Krostalik zit lachen met ons tweeën, dan kump het door de masala waarschijnlijk. Dan moest er niet te veel van erin, ongelooflijk. Ja, niet te gek. Nee, dus puur een smaakmaker. En maakt het sausje wel af. Ja. Oké, nou lekker. De pesto de bie. Nou, ook toch weer pesto de bie. Ja, pesto maakt het dan wel altijd lekker, hè? Ja. En dan? Nou, laten we dat lekker sudderen. Dit kan ik me heel goed voorstellen, maar het kippetje, wat gaan we daarmee doen? Die gaan we ook aanbakken. In de pan? Ja, uiteraard in een pan, ja. Zou je dit ook in de oven kunnen doen? Dat kan, alleen ik doe hem zo meteen in de oven af laten garen. Waarom? In de oven afgaren en niet in de oven helemaal garen. Dan heb ze niet het fijne krokante loogje eromheen. Dus vandaar dat ik hem eerst in de pan aanzet. Eerst in de pan. En wie lang is hem dan in de oven? 20 minuutjes op 130, 140 graden. Oké, dat klinkt Ik heb inmiddels buntjes gekookt. Dus het is hem eigenlijk alleen aanbakken voor dat broenrijntje? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, doen we een tip van jou, hè? Speklaagje. Dat eromheen? En dat doen we eromheen draaien.
Nou, dat moest er ook nog handig in zijn. Maar voor spek... Ja, dat is goed, zeker. Ja, dat had je me gezegd dat ja, ze ik mij zou leren. Ja, ik heb die beloofd dat ze koest koken met kerstmis. Ik vind dat eigenlijk een hele rare combinatie. Spek met asperzieboontjes. Met asperzieboontjes. Asperzieboontjes. Ja. Kom, leg nog maar in een Davy. Hup. Erg mooi zo. En dit vertel ik dan weer in de pan gelaagd. Ja. Oké. Zo. Het is best wel bewerkelijk, hè? Ja, dat is wel goed. Ik ben er toch wel een tijdje met bezig. Maar ik blijf nog even doorgaan. Ik ga nog even weer kokerellen met Jo. Weer gewoon naar de reclame.